Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle, warme berichten, de vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé-reading, coaching, begeleiding. Dank je wel daarvoor. En natuurlijk de vele mensen die interesse hebben in de jaarreading. Heb je daar nog interesse in? Ik heb nog wat spots vrij, dus neem dan gerust contact met me op. Vandaag de Queen of Moon Oracle. Eens kijken wat voor mooie berichten we door mogen krijgen. En de Gilded Tarot Royale. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, dan hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag. Werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up-to-date. Ga gauw kijken. Wat mag ik weten, spirits en guides? Eigenlijk maar twee kaarten. Soevereiniteit en extreme. Soevereiniteit, daar gaat wat in veranderen. Het kan goed zijn dat door de volle maan iets gaat veranderen. Of dat er sinds de volle maan iets veranderd is. Er komen... wat... Pardon. Er komen wat uitdagingen je kant op. Het kan goed zijn dat je flink uitgedaagd wordt. Op persoonlijk gebied. We gaan eens verder kijken. En extremes. Als ik kijk naar die verandering, dan kan het goed zijn dat je bezig bent om angsten, verdriet, pijn, ego los te laten met de duivelkaart. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met een steenbok, dat je zelf steenbok in je ascendant hebt. Als je dat weet los te laten, dan dat is een blokkade. Dan kan het goed zijn dat er dan ineens een liefde binnenkomt. Want die blokkade van angsten, die blokkeert eigenlijk die nieuwe liefde. Het kan goed zijn een soulmate. Die test die je gaat ondergaan, dat betekent dat durf jij de stap te zetten om... voor jouw, hoe noem je dat? Of je voor jouw groei wil gaan, voor succes, voor vooruitgang. Als je daarvoor wil gaan, betekent dat wel dat je dan eerlijk mag zijn. Eerlijk naar jezelf, eerlijk naar anderen. Eerlijk geven, nemen. En het kan goed zijn... dat er dan een vuurteken op jouw pad komt. Is dit dezelfde persoon? Nee, hoor ik. Dus het kan goed zijn dat je keuze hebt uit twee. Ja, hoor ik. Oké. Welke zou de beste keuze zijn voor de kijker? Deze, die kan goed zijn dat je bang bent om voor deze keuze te gaan. Dat je bang bent dat deze persoon jou pijn gaat doen of terug jou in de kou laat staan. Het kan goed zijn dat je bezig bent om, om ergens een eind aan te maken zodat je vooruit kunt gaan. Het kan ook zijn dat je een bepaalde oude cyclus aan het... afsluiten bent en dat je dan vervolgens een nieuwe cyclus gaat openen met een vuurteken. Moeten we voor de vuurteken gaan? Je bent in conflict, je weet eigenlijk niet goed wat je, waar je voor moet kiezen. Ik heb het gevoel ook dat je moeilijk kan communiceren. Je hebt slapeloze nachten, angsten dat je, als je dus voor die soulmate kiest, je angsten onder ogen gaat komen. Dat je terug in gebrek komt. Dat is het in het conflict, dat is waar je bang voor bent. Ga je voor die vuurteken, betekent het wel dat je jezelf moet openstellen. Betekent wel dat je open en eerlijk moet zijn. Dat je je hart moet gaan openen. Dat betekent dat je vanuit je hart moet vertellen wat voor gevoelens er zijn. Ook dat is voor jou een uitdaging. Dus je hebt eigenlijk twee uitdagingen op tafel liggen. Eén is een soulmate die jou uitdaagt om je angsten onder ogen te zien. En het andere is een vuurteken die jou uitdaagt om over jouw gevoelens openlijk en eerlijk te gaan spreken. Oké, dat is dus moeilijk. Daardoor gaat dit proces nogal langzaam. Wat is het advies? Waar gaan we uiteindelijk voor kiezen? Deze of die? Het advies. Ja, eigenlijk kan je voor beide kiezen. Energetisch hou je in ieder geval vast aan beide. Als je gaat voor die soulmate, dan komt er verandering in je leven. Het komt wel eerst een torenmoment, dus het is wel een uitdaging. Het is natuurlijk niet niks, jouw ego, je angst, je verdriet aankijken. Maar uiteindelijk komt er dus een aanbod van die persoon. Als je gaat voor die vuurteken, dan moet je dus je hart openstellen, loyaal zijn, die liefde bekennen voor die persoon. Het kan goed zijn dat er vervolgens dat je keiharde smak maakt, dat die persoon jou in eerste instantie negeert. En dan vervolgens toch terug aan communicatie opent, omdat die persoon daarvan schrikt als jij jouw gevoelens uit. Dus beide kan. Is er een advies? Dus wat is echt, dat je zegt, was beter? Wat past er beter bij de kijker? Eigenlijk passen ze alle twee bij je. Dus het is echt een persoonlijke keuze waar je voor gaat. Die eerste, die soulmate, die zal jouw grenzen gaan uitdagen. Dus dat heeft te maken met een les die jij moet leren om jouw grenzen te bewaken. En die tweede gaat over wilskracht. Durf jij die liefde te tonen? Durf jij open en eerlijk te zijn? Dus ook dit is een test. Zijn beide testen. Dus het is maar net wat jij wil. Waar jij voor gaat. Wat jij denkt dat het beste voor je past. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Namaste.